people gave up and sing to the music vibe and the voices of girls. Wij hebben heel veel kramen en vooral kramen met planten, want Groei en Bloei is een plantenliefhebbersvereniging. Daarbij zijn er wel 40 vrijwilligers die zich inzetten om dit gebeuren mogelijk te maken. Er begint 's morgens om 7 uur al een opbouwploeg en straks om 4:30 een afbreekploeg. En daarbij worden ook heel veel gebak en taart en koeken thuis al gebakken en dan 's morgens gebracht. Want wij willen dit gratis met een gratis entree houden. Dat vinden we heel belangrijk. We moeten natuurlijk wel ergens de onkosten vandaan zien te krijgen. Dus op die manier met een verloting en eigen kramen proberen we dat rond te krijgen. En dat lukt elk jaar weer? Dat lukt elk jaar weer. Gelukkig wel. Eigenlijk is het doel tegel eruit, plant erin. Dat is een algemene landelijke actie om de mensen aan het tuinieren te krijgen. Want het is goed voor ons allemaal dat er veel meer getuineerd wordt. En hier zijn vooral veel standhouders met bijzondere planten. En dat is heel leuk voor de mensen. Je ziet het wel, iedereen loopt met een tasje met planten. En wat is hier nou anders dan een tuincentrum? Ja, er zijn heel veel liefhebbers die zelf stekken gekweekt hebben die hier dan ook verkocht worden. We hebben een ontzettend leuke verloting waar bijna altijd prijs is. We hebben een hele grote bloemschikkraam waar je een bloemstukje kunt kopen. En dat is allemaal niet in het tuincentrum aanwezig. Nou, ik denk dat we al wel 1000 bezoekers gehad hebben. En we hopen nu in de middag, met een mooi zonnetje erbij, dat er nog een heleboel mensen komen. Maar de echte liefhebbers zijn het best wel vroeg. Want dan zijn de planten natuurlijk het mooiste. We gaan sleep.